bij een nieuwe video. Kijk eens wat hier staat. Vers gekookte pasta. Amai. Voor jou en voor Moos. Want er is een nieuwe keuken. Er is gekookt in de nieuwe keuken. En hoe dat allemaal zit, dat ga je allemaal zien in deze nieuwe vlog. Want dit is de vlog met de nieuwe keuken. Yay! Yay. Oh, we zijn zo blij. Niet normaal. Yes. Veel kijkplezier. Piep. De laatste keer een keuken zonder keuken eigenlijk. Vandaag is de dag dat de monteur aan de slag gaat met het installeren van onze droomkeuken. Natuurlijk een tijdje geleden de keuze gemaakt met kleuren en zo. Dus ik ben echt super benieuwd hoe het er straks weer uitkomt uit die dozen. Er is al zoveel gebeurd. Niet normaal. Dit wordt de soort van wel grote onthulling nu. Omdat er al zoveel staat dat je echt wel een heel duidelijk beeld gaat krijgen hoe de keuken gaat zijn. Want dat is echt bizar, ja. Dit is onze keuken! Wow. We gaan nog niet te veel in detail, maar dit is echt... Ja, nee, de details komen morgen wel, maar dit gedeelte staat al helemaal. Hier staat inmiddels het eiland, althans het soort van eiland. We gaan hem nog een klein beetje schuiven, want dit is natuurlijk het moment om de positie helemaal te bepalen, et cetera. Ondertussen wordt er ook alweer druk geklust in het kantoortje, dus we zitten er nog lekker volle bak in. Mega koelkast, mega vriezer, ik ga het je allemaal laten zien, maar jongens, wat ben ik blij! Oh, het is zo cool. Niet normaal. Nou ja, het gaat in één dag niet lukken. Dus ik ga vandaag nog ietsje doen en dan morgen waarschijnlijk verder. Ja, dus het is nog heel eventjes afwachten. Maar zo meteen, jongens, is het gewoon allemaal klaar. Want daar de openstaande deur en dan komt daar de tafel. Ik ben zo blij. Het is zo mooi. Dus ik heb zoveel slapeloze nachten van gehad of ik het allemaal nog wel mooi vond qua kleur en zo. Maar het is gewoon helemaal perfect. Echt heel mooi. Dus het gaat zo snel. Het wordt zo mooi. Kijk nou. We hebben gewoon een gouden wasbak. Ja, als je hier, wat je hier ook ingooit, verandert in goud. Alles wordt goud wat hierin gaat. Hij is echt gaaf. En dan wordt dit een marmer zo. Dikke blad. En dit is de kraan. Ook goud. Oi. Ja, echt bizar. Zo'n verandering. Echt niet normaal. Maar echt, tot nu toe gewoon blij met elke tijd dat ik zie dat ik denk, nou, dit is ook gewoon weer zo mooi uitgepakt. Want elke keer maak je toch een beetje zorgen. Je kiest iets uit, gewoon op beeld. En je krijgt natuurlijk gewoon een 3D-render te zien. En met die bril op liepen we dan al wel door deze ruimte heen. En dan hadden we echt iets van, ja, dit wordt vet. Maar ja, op den duur zie je natuurlijk dat al een paar weken niet meer. Dan is het in bestelling en dan wordt het hier gebracht in dozen. En dan ineens ga je echt weer twijfelen. Dan denk je, is het wel echt tof? Past het wel bij het huis? Is het wel precies wat ik wil? En nu zie ik het en dan denk ik gewoon, het is gewoon nog vetter dan wat ik wil. Het is gewoon zo gaaf. Ik vind het echt niet normaal. Dit is gewoon ons keuken straks. Dit is gewoon waar ik dan elke dag mag koken. Dus helemaal niet van een ander of niet iets in de showroom waar ik binnenkom en denk, wow, dat schaaf, dat wil ik niet. Dat staat toch gewoon in mijn eigen huis. Elke ochtend kom ik hier gewoon beneden. En dan... Hier zit het gewoon. Zo tof. Echt blij, Siep. Ja, echt mooi, hè. Ja, hè. Deze wand ook, hè. Inleg zo dit. Ja, dat gouden, die gouden details, hè. En die koelkast. De bierkast. Toch? Nee. Oh. Maar zoveel ruimer dan wat we nu hebben, omdat hij dus zo slank is in, qua model, zeg maar. Deze bakken, et cetera, zijn allemaal heel erg slank. Waardoor het dus heel erg veel ruimte heeft aan de binnenkant. Want ik zal het je even laten zien, de koelkast die we nu hebben. Durf ik dat te laten zien? Dat is zo'n bende. Ik ga het toch even laten zien. Die is dus heel dik, alles wat erin zit, zeg maar. Waardoor je dus een enorm op het oog groot koelkast hebt. Waardoor al die plastic bakken... Zo, heel weinig ruimte eigenlijk. Het is zo meteen, jongens. Dan kan ik helemaal los. Dan kan ik allemaal lekkere dingetjes in de koelkast. Ik vind het echt bijna een droom gewoon dat ik straks aan deze keuken gewoon mag koken. Schaf los, Divi. Super tof. Oh, en dan wel een belangrijke vraag. Wat is het eerste wat we gaan koken? Ah ja. Als die straks helemaal klaar is. Ja, als ik een idee mag opgooien. Ja? Ik zeg knakworstjes. Een broodje knakworst. Nee, serieus. Wat zou je als eerst willen eten? Ja, geen idee. Ja, je kan ook zoveel met die oven straks. Ja, hè? Waar ik nog niet zoveel weet van heb. Ja, bizar. Ja, dat wordt wel even wennen. Want het is stoomoven, dus dat moeten we echt gaan leren. Koken we de stoomoven. En we hebben straks inductie. Dus dat zal ook weer eventjes wennen worden. Dus we moeten niet, zeg maar,
inzetten op een lamsrack met allemaal moeilijke dingen. Gewoon misschien wel iets, gewoon een lekker pastaatje, maar dan wel een hele goede bijvoorbeeld. Ja. Gewoon iets simpel, maar safe. Dat je wel zeg maar gelijk ook wel het op kan eten. En niet dat het allemaal verpietert in de prullenbak. Nou ja, fouten maken is niet echt zo. Ja, maar niet bij je eerste maaltje. Oh, ja. Nee, ik wil wel gelijk goed eten dan. Ik ga even nadenken over wat lekker. En we zijn weer een stapje dichterbij. Kom kijken. Hier staan de dozen. En dat zijn er echt nog maar heel weinig. Want de rest zit allemaal al op en in de keuken. Niet normaal. Hier is de kookplaat. Met dan een afzuigsysteem. De wasbak, de gouden kraan. En hier de bar. Gewoon onze eigen bar in huis. Alles wordt nu afgesteld, vastgeschroefd, vastgelijmd, vastgemaakt. En dan straks mogen alle folies eraf en dan is het gewoon zover. Zo mooi. Liefie, het is zover! Ik heb boodschappen gehaald en ik ga gewoon voor de eerste keer iets lekkers maken in de keuken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ex-Benedict, zoiets? Nou. Oh, komt in de buurt. Okay. Komt in de buurt. Ik dacht, ik leg de lat gelijk super hoog. Nou, oké. Komt niet helemaal in de buurt. Oh. Maar ik heb wel wat lekkers gehaald. Daar liggen de boodschappen. Lekker. Zo op de grond. En hier, jongens, gaat het allemaal gebeuren. Nu wil je natuurlijk zo'n super mooi review filmpje van de keuken maken. Maar het is natuurlijk nu best wel een bende, omdat al die dozen en zo weer terug moeten. Dus ja, je hebt ook die spullen nodig. Ja, moet even terug, ja. Maar wil jij even als een kleine rondleiding geven door de keuken? Dan ga ik beginnen. Ja, nee, kijk, er is natuurlijk veel wat aangepast moet worden en toegevoegd moet worden, zoals licht. Daar is. Er moet gestukt worden. Er moet nog een vloer bij. Je hebt zeg maar twee dingen. Je hebt keuken als in een totaal pakket van de ruimte. Dat is nog lang niet klaar. En je hebt keuken. En die keuken die is dan wel helemaal goed. Ja, zeker. Ja. Oké. Nou, we beginnen. We beginnen met een heel mooi kookblad. Hoe noem je dat nu? Fornuis. Fornuis. Ja, kookblad. Een barretje. En dan komen hier dan twee krukjes en een barretje. Onderlangs. Allemaal lades en planken. Vooral lades, want dat is handiger. Een mooie gouden gootsteen met een mooie gouden kraan. Lekker volgestekt. Dat was voor jou de must-have, hè? Dit is toch fantastisch. Dat was de must-have van jou, ja. Hij is zo mooi. We hebben nog geen warm water, maar dat is een probleem voor later. We hebben wel gewoon water. Ja. Oh, en we hebben op last minute nog bedacht van er moet ergens stroom. Dus hier zitten drie stopcontacten in. Ja. Dan komen we hier, dat is de koelkast, de grande koelkast. Zo, een iets slanker, slimmer model dan we eerst hadden, die Amerikaan. Dat nu ook. Oh ja, gaat het nu aftrekken? Ja. Oh jee, dan is het officieel. Dan is het helemaal officieel. Dat wilden we zelf doen. We wilden de manier van de keukendoek zijn, dat wil ik zelf doen. Ik wil hem helemaal uitpakken. Oké, succes aan de mee. Verder? Ja, opentje. Kijk, dit is wel de kleur veel mooier. Kijk, dit is de echte kleur. Zonder die gekke glimmende plastic laag eroverheen. Zo mooi. Ja, bizar hè. Het is echt zo'n soort... Indian red. Ja, dat is een hele kleur, ja. Ja, het is echt heel tof. En het is een soort... heel mat ook. Het is niet heel glanzend. Nee. Niet schreeuwerig. Mooi oven. Ping! Oh, die was aan het opwarmen. Hij is aan het opwarmen, ja. Echt super tof ding volgens mij. Hij maakt zichzelf ook schoon. Een vriezer. Dit is mijn grootste droom in de keuken. Een apothekerskast. Oh, dit wilde ik zo graag. En dit is onder andere waarom het hele model van tekenen niet doorging op die wand. Want er was dus geen ruimte voor de apothekerskast. En die wilde ik absoluut niet inleveren. Want dit is echt mijn droomkast. Zo chill. Er kan zoveel in. Heb ik echt helemaal blij. Ja. Dan hier lades. Dit is de koffiebar. Dit is nog een beetje een rondje, maar dit wordt de koffiebar. Bestekla. Dingetjes. Chill. Oh ja, die lades, joh. Dit. Ja, kijk nou. Koffie maken in donker. Koffiebar gewoon uitgelicht. En hier nog mooie kasten. Ja, dat is echt bizar, hè? Ik ben zo blij. En dan zit hier de vaatwasser in het midden. Ja, hier. Die is ook net klaar, zeker. Hij is net klaar, hè? Ja. Ja. Helemaal mooi. Oh jongens, wat een droomkeuken. Ja, echt, hè? Normaal. En kijk eens, kom eens. Maar Loes van Superkeuken, die heeft ons natuurlijk helemaal geholpen en geadviseerd. Die heeft dus ook op allemaal van die details gelet. Waarvan ik dat, weet je, dat kan je niet verzinnen. Omdat je zelf nooit een keuken in elkaar hebt gezet of bij elkaar hebt gezocht. Dus dan weet je dat niet. Maar zij heeft daar dan gewoon over nagedacht. Dan heeft ze bijvoorbeeld dit plintje, wat hier dan zit, niet wit gedaan. Maar gewoon weer die houtloop die dan ook op die kastjes zit. Zodat als je dus je deurtje dicht doet, dat je hier tussen dan
ook gewoon weer dat mooie hout hebben. Dus gewoon de afwerking en alles, het klopt gewoon allemaal. Ik ben echt over zoveel dingen gewoon helemaal verbaasd dat ik denk, oh, daar heeft ze toen inderdaad wel iets over gezegd. Dat toen zeiden wij, ja, oké, weet je wel, weten wij veel. Maar dan zie je dat nu allemaal bij elkaar komen. Dan denk je echt, wow, zo goed over nagedacht. Ja, en zoals elk project betaamt, is dat de plinten al het laatst komen. Die ligt er nog niet onder, die moeten nog op maat gemaakt worden. Ja. Want ja, er komt natuurlijk nog een vloer bovenop. Dat is ongeveer 0,5 centimeter tot 1 centimeter, denk ik. Ja, dus hij wilde ze nu al wel gaan zagen. En zei hij dan, zaag ik ze dan nog een keer terug. Nou ja, dat is toch misschien wel een beetje een onzin klus als je dat dan 2 keer moet doen. Dus ja, komt dan maar later terug. Ja, dus hij staat gewoon op pootjes. Maar hij is zo mooi. Ik kwam vanmorgen beneden en ik dacht echt, is dit onze keuken? Mag ik hier per dag wel altijd koken? Ja, het is echt super. Wow. En dat is het. Ja, het is zo cool. Als je dan hier zo vanuit hier binnenkomt, dan heb je een eiland en dan komt hier de tafel tegenaan of hier tegen de muur zo. Ja, dat is gewoon... helemaal te gek. Ja, echt helemaal zoals ze wilden. Ja. Dat is echt top. Ja. Echt super mooi. Kunnen iedereen aanraden om naar Marloes te gaan van Superkeukens. Maar als de oude Superkeukens allemaal zo goed zijn, dan kun je gewoon random naar Elke gaan. En zij werkt bij Krukulukus. Hoe heet het daar ook alweer? Werkt bij? Krukius. Dat is een dorp, toch? Denk ik, ik weet het niet. Ja, dat is zo raar, ik heb nog nooit van gehoord. Ligt bij Haarlem. In ieder geval, daar werkt Marloes. En die heeft dus gezorgd dat het tot in detail klopt. Die bar toch ook, dat is toch niet normaal. Ja, dat is zo tof. Er gaat nog een hele grande review komen, zoals Sas zou zeggen, een grande review. Dat zeg ik al. Ja, jij zegt wel een grande review. Maar dat gaat nog komen, want dan is echt alles af. Alles. Ook alles. Het gipswerk daar en zo, nou. Ja, maar voor nu jongens hebben we gewoon een keuken. Je wilt niet weten hoe gelukkig en blij ik ben. Ja, je wil niet weten hoeveel zin ik heb in een ontbijtje uit deze keuken. Sorry, ik ben al bezig. Oké, dames en heren, ik denk dat het zover is. We zijn nu 1,5 uur verder. Nee, dat ga ik niet zeggen, want dat is heel lullig. Het is wel waar. Ja, het is echt 1,5. Ik denk wel 2 uur. Serieus. Nou, alles heeft dus een learning curve. Hè? Alles moet even geleerd worden hier. Mijn Sas heeft een lunch, slash ontbijt, slash avonddiner. Yay! Ja, het duurde echt een beetje lang, maar ik moet alles een beetje uitvinden. Over hoe de oven werkt en hoe de gasfornuis werkt. En nee, het is dus maar geen kortom, gas. Wat heb je hier liggen? Nou ja, ja dus ik had dus ook leuke pannenkoeken. Ik had een hele shebang verzonnen. Ja, maar dat film maar niet. Anyways, ik heb een heel lekker vers sappie. Dat dan weer lekker wel. Met allemaal verse dingetjes erin en gember en zo. Lekker broodje, zalm, ei en aardbeien. Je doet het er maar mee. Dan ga ik ondertussen even de instructieboekjes lezen. Oh, ik heb wel zin. En bordjes en mes en vork? Hoezo, je bent toch gewoon gewend dat je nu gewoon zo eet? Dat doe je nu al 3 weken.